Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. En ik heb eindelijk weer een car mukbang. Het is heel lang geleden. En vandaag is denk ik de meest aangevraagde mukbang. Meer dan Jessie Maya, meer dan Beauty Gloss. Namelijk met... Hallo! En we gaan eten. Wij gaan eten en ik heb er echt super veel zin in. Wij eten vandaag een Burger King. Want mensen vinden Mackie vaak lekkerder, maar ze hebben nu... Het raam zit open. Oh ja, even dicht doen. Jou ook. Ze hebben nu een veggie burger. Oh, hoor je wat een rust. Ja, maar hoe moet die dan... Oh ja, met je hand moet je meeduwen. Oh, dus gaat hij helemaal vastlopen. Stop, 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 stop. Ja. Oh, wat is het? Een soort IKEA-auto. Zo... Een beetje frisserig. Is dit veel herrie? Ja, hè? Ja, dat ga je echt horen. Oké, nou, duimpje omhoog vast voor het feit dat wij... Oh, deze zak is warm. Holy ja, moly. Lekker hè. Ik ben echt helemaal nat van mijn drinken. Is dit trouwens mijn drinken? Ja, dat is cola. Ja. Oké, okay. Oh, mijn ziet er lekker uit. We hebben dus de... Ik heb hem laatst al in mijn vlog geprobeerd. Maar ze hebben nu dus een veggie burger bij Burger King. En ik vind hem lekkerder dan de McDonald's. Ik ben heel erg benieuwd. Weet je wat ik nou mis? Zo'n dingetje wat je in de trein hebt. Zo'n tafeltje. Oh, ik kan het hier leggen. Jij kan dit even uitklappen. Pas op, wat er allemaal uit... Ja. Oh, oh ja. Kijk. Okay. Hey, is dit jouw visitekaartje? Mijn oude. Charlotte bla bla bla. Dat deed jij altijd vroeger. Waarom? Weet ik niet. Ja, dat deed je ook in elke titel. Bla bla bla. Oh, dit is top. Oh, chill. Kijk eens, je fries. Oeh, lekker. Oh, jij kunt het gewoon daar uitstallen. Nou, even serieus. Heb ik dus wel van die dikke frieten. Ik dacht dat ze ook van die McDonald's frieten hadden. Oh, je wil juist dun, hè? Ja. Yes, er is een zak gevallen. Was er toch ook? Ja. Ketchup. Lekker. Het is heel lang geleden dat ik dit heb opgenomen. Ik weet echt niet waarom. Ik zou het met Sabrina nog gaan doen, maar verder heb ik niemand nog. Wacht, ik moet ook één tissue, want ik weet nu al... Oh, een tissue. Hé, hey, maar het is net best wel warm. Het is niet te doen. Het is, we gaan kapot. Een klein stukje? Ja. Het is gewoon niet te doen. Een beetje lucht. Moet een beetje sorry in de voor gaten de houden als er ineens iets heel hards komt of zo. Klopt. We hebben onion rings en dit is echt gewoon gepureerde ui. Heb je het wel eens gevoeld hier? Nee. Die gaat hier mega erg van meuren. Maakt niet uit, maar ik hou zo erg van ui. En heb je deze wel geproefd? Oh, nee, ook niet. Ik kom nooit bij Burger King, dat zei ik. Deze heeft Rebecca met mij voor het eerst geproefd. Dit zijn dus de chili cheese. Dit is heel lekker. Het is sowieso, als je honger hebt, is dit lekker, toch? Wauw, dit is lekker. Ja? Dit is beter dan normaal, want normaal gesproken heb je toch zo'n hele... Vind je dit lekker? Grappig. Dit is echt een kleffe hap. Ik vind het lekker. Ik hou heel erg van ui. Proef je echt ui? Ja, ergens. Waar, zie je ergens de ui? Nee, maar je zegt toch net, het is gepureerd. Ja. True. Oh, honger. Ja, ik ook. Oké, okay, nu moet je even deze proef ook. Okay. Jij had toch wel van kaas? Oh, maar je kan niet goed echt kaas. Maar wel maakt het wel. Oké, okay, even tegelijk de ASMR binnenkant. Pas op. Huh? Is het scherp? Ja. Oh, kan je er niet tegen? Jawel. Oh nee. Er zit chili cheese in. Chili. Nee, het is niet heel scherp. Mm. Ja, het zijn dus van die jalapeno pepers. Hé, maar is het nou cheddar? Het smaakt echt naar cheddar. Ja. Maar soms zijn ze nog meer gesmolten. Maar we hebben natuurlijk wel een paar minuten gewacht. Klopt. Is oké. Okay. Het is lekker voor de bij. Dat wel. Goed. Wij hebben vragen gevraagd op Instagram. Oeh. Hij is niks scherp. Ja, dan heb je een pepertje. What? Oh, jongens. Ik kan er dus helemaal niet tegen, hè? Wij gaan dus straks... Ik vergeet het steeds helemaal. We zijn net naar de Oriental geweest. Kijk daarvoor ook even de vlogs en zo. Dat is ook leuk. Pepertje echt recht. Ja. Oh. Ik weet. Oh, wauw. Ga je er wel nog een nemen? Dat weet ik niet. Maar daarvoor hebben we voor Christine's kanaal gaan we straks ook in de auto, als soort van mukbang stijl, allemaal toko dingen proeven, maar lekkere dingen. Ja, hele lekkere dingen. Oh, oh, die peper in mijn keel, jongens. Ik kan niet meer praten. Alles plakt, hè? Ja, echt, ik ben blij dat ik geen leren stoelen heb. Oh, dat zou zo heet zijn. Ik snap niet dat mensen dat doen. Oké, okay, we gaan nu tegelijk de veggie burger proeven. Oké. Okay. Oh, weet je wat ik nou in een keer bedenk? Uh-oh, waar moeten we de ketchup nou laten? Daar. Oh ja. Wat slim dit, want Rebecca en ik deden dit dus niet. Dan denk ik echt, hoe hebben wij dat gedaan? Oh, dit is echt heel handig en een soort van tafeltje. En het is ook best lachen dat je het zo pakt. Klopt. Kijk. Wacht even hoor, want ik stik in mijn... Ik stik in alles in één keer. Kan je heel even dit zo proeven? Want jij zegt, ik hou er niet van. Maar dit moet je toch lekker vinden, die kruiden. Ja, maar ik haal dat dus niet van. Nu wel. Toch veel lekkerder. Ik ben nog niet echt een kruidenpersoon. Oh, dom. Bij mij is dom. Het... Waarom? Oh, dom? Nee, ik zei, oh, dom. Oh, ik dacht, waarom? Dat wou ik nu zeggen. Een beetje oud.
ja, ik ben dus echt wel van zout. Maar ik hou ook niet echt van peper. En dit vind ik dan ook niet echt heel erg lekker. Oh. Kippenkruiden of zo vond ik wel lekker. Ja, maar dit smaakt ook een beetje naar kippenkruiden. Hm, weet niet. Okay. Deze voelt echt heel groot. Die ja, maar dit is echt spannend. Klein. Ja, het is meer, vind ik, echt een burger. Kijk ook maar. Wow. Hij is echt huge. Ik hoop zo. Kijk wat er ook op zit bij deze. Dat maakt het toch veel meer een burgergevoel. Ja. Met augurk en tomaatje. Klopt. En het is echt wel chill. Ja. En ook een uierring. Hou je daar? Oh ja, rauw. Ja. Maar rauw, hè? Oeh, rauwe ui. Oh, ja. Lekker. Ik vind dat zo lekker. Oh, oké. Ik hou zo erg van ui. Oké. Ik heb een hele slakolf erop. Lekker. Augurk. Toch een beetje healthy. Hou je van augurk? Ja. Oké. Mmm. En? Lekker. Proef je dat er een soort aardappel in de burger zit? Hè? Mm-hmm. Ik probeer het te Zo reageerde ik dus ook. Ik probeer het te proeven, maar het enige wat ik proef is ketchup. Oh, je hebt net ook een hele hap met ketchup. Ik heb nog geen ketchup. Wacht, ik ga even alleen de burger proeven. Mm-hmm. Dat is zo'n crunchy buitenkant of zo. Mm-hmm. Maar dat is heel grappig, want alle groenteburgers smaken zo anders. Ja. De groenteburger van Mac vind ik op zich ook wel lekker. Maar ik was dus in Duitsland. Daar had ik dus ook een groenteburger. Maar die is daar zo anders. Mm. Zo anders. Maar, dit is de minste tot nu toe. Maar misschien omdat we even gewacht hebben, daarom. Mm-hmm. Want normaal is het wel lekker hoor. Maar denk je ook dat het aardappel is wat er in de burger zit? Weet ik niet. Kijk, dit. Is toch aardappel? Ja, het is wel heel erg aardappelachtig. Het zou wel kunnen hoor. Ja. Oh, dit is echt lekker. Het is voor mij zo lang geleden dat ik echt junkfood heb gegeten. Maar ik vind dit is niet... Ik weet het, het is sowieso niet goed. Maar ik vind het wel meevallen, deze burger. Mm. Er is ook heel veel van het witte, zoete brood. Ja, en saus. Heel veel saus. Ja, ik eet echt nooit saus. Mm. Op mijn verjaardag ging toch chips dopen in ketchup en zo. zo slecht. Mm. Lekker, was dat? Wow. Tijdens jouw verjaardag waren we echt aan het vreten. Niet normaal. En weet je dat ik daarna nog 2 dagen precies zo heb gegeten en afgevallen was? Hè, hoe dan? Ik was in de tuin met mijn ouders gisteren en we hadden het over het feit dat ik dus ook al doe ik mijn best met gezond eten en zo, sapjes, dat ik nooit afval meer. Mm-hmm. En toen zei ik denk dat het echt door avondeten komt bij mij. En ontbijten. En gewoon echt de vaste maaltijden. Mm-hmm. Want toen ik heb alleen maar toen macarons, chips, patat, alleen maar zooi gegeten. Maar dat is ook niet goed, hè? Nee, het is sowieso ongezond. Mm-hmm. Maar ik had niks van avondeten, niks van ontbijt. Dus dan mis je toch natuurlijk heel veel calorieën. Ja. Puur maar gewoon een paar snackjes of zo. Eigenlijk zou je dus niet meer moeten snacken, maar wel gewoon goed avondeten en goed lunchen. Daar word ik dus dik van. Maar wat eet je dan? Veel. Ja. Niet ongezond hoor. Nee, maar porties, hè? Mm-hmm, te veel. Ik eet dus ook te veel. Mijn porties zijn zo groot. Vanochtend ging ik een boterham met zalm maken en komkommersla eronder. Voor het eerst was echt heel lekker. Mm-hmm. Dus ik wou meteen dat pak zalm opmaken. Mm-hmm. Gewoon 2 boterhammen of 3. Toen dacht ik, nee, ik maak 1 boterham. Mm-hmm. Met 1 plakje erop, gewoon lekker. En wacht ik even. Dus zat ik ook gewoon vol. Ja, klopt. Dus dat is het een beetje, hè? Je ogen willen meer. Klopt. En dan ga je maar eten omdat je maar het al klaar hebt, zeg Daarom. Maar. Daarom. Die hele slaakhoef. En dan kan je beter gewoon wat langzamer eten en er echt wat genieten. Ja. Want als ik dit zou halen, had ik hem waarschijnlijk nu ook al opgehad. Mmm, ik vind die onion ring echt heel lekker. Grappig. Ik vind de... Vind je hem nou lekker, de veggie burger? Of ja. Ma? Wel? Mm-hmm. Ik zou hem zo weer halen. Maar hij is, dan moet je even weten, normaal nog veel lekker. Ik promote hem. Oké. Okay. Hashtag naspan. Nee, inderdaad. Maar even serieus, hoe eet je hier in de auto sushi? Ja, maar dat is heel grappig. Ik heb het 1 keer in mijn eentje gedaan en het lukte dus echt goed. Ja, maar in je eentje heb je nog een hele stoel. Mmm, ja. Wow. Mmm, ja. Ze doseren de saus niet zo goed. Ja, het is echt veel, hè? Ik had helemaal geen saus en nu ineens heel veel. Squat. Squat? Wat zou je doen voor 1 miljoen? Dat heb ik gisteren nog. Nou, dat was Rebecca's foto. Voor 1 miljoen? Ja. Investeren. Ja. 1. Huizen. Chanel tassen. Ze zeggen dat je beter in Chanel tassen kan investeren dan in huizen. Hè? Ja. Waarom? Omdat ze hebben gekeken naar de waarde ervan. En Chanel tassen stijgen harder dan huizen. De waarde van Chanel tassen. Waarom is dat dan? Zeg het maar. Wat? Hè? Wat grappig.
Nee, maar ik zou het niet doen hoor. Want het lijkt me echt heel erg raar om in Chanel tassen te gaan investeren. Ja, en ik vind het toch minder vast. Uh-huh. Want een huis zou je altijd nodig hebben en een Chanel tas niet. Dat. Ik bedoel, als Chanel ineens negatief in de markt komt of zo, willen mensen het dan niet meer. Als er ineens een ander merk komt, dan... Dus huizen moet je... Ik denk niet dat er iets anders komt dan een huis. Ja, een boot. Ik zou misschien zo'n hele studentencomplex woning willen hebben. Met honderden studentenhuizen. Dat is echt top. Ja, want huur... Ja, huur sowieso. Dat is pure winst. Wat mensen betalen. Wat ik betaal. Daarom, ik zou echt in woningen. Ja. En niet inderdaad één heel duur huis, maar echt om te verhuren. Dat is top. Mm-hmm. Echt top. Ik denk dat ze daar echt flink rijk van kan worden. Mijn oom en tante, die werken niet meer. Die doen dit. Echt waar? Die hebben een heerlijk leven. Die hebben een huis gekocht aan de Herengracht in Amsterdam. Nou, heen gaan. Oh. Nee, zeg vast. Oh, ik bedoel, dat is echt heel erg leuk. Oh. Sorry voor mijn taal. Maar dat heb ik toch allemaal eruit geknipt. Mm-hmm. Maar bij Karmic Bank ben ik heel slordig met bewerken. Mm, omdat je het allemaal gezellig vindt. Nee, maar ook omdat het dan een uur duurt, denk ik, oké, het zal wel goed zijn. Oh, dit is heel lekker. Maar kijk je hem ook niet eens één keer zelf? Zo van, zie ik er niet echt te debiel uit? Zeg ik niet te rare dingen? Nou, ja, wel. Ja. Als je 1 minuut gratis mocht winkelen, waar zou het dan zijn? Dat weet ik niet zo goed, dat soort Mediamarkt. Je bent toch niet jaak? Inderdaad, zoiets waar je echt wat aan hebt, kan je ook doorverkopen. Ja, daarom. En niet make-up of zo. Nee. Een woningwinkel of zo, woonwinkel. Mm. Nou, wat moet je daarmee? Uh-oh. Heb je het niet? Nee. Zo. Kan je niks mee, woonwinkel? Uh-uh. Nee, net gewoon MacBooks inslaan en zo. Mm-hmm. iPhones? Ja. Oh my, ik ben zo charmant. Nee. Wauw. Wat je doel is voor je YouTube-kanaal? Ja, dat vind ik heel leuk. Vind jij wel leuk, hè? Oké. Okay. En eerst zegt ze, hoe kennen jullie elkaar nou? Via YouTube. YouTube Lost Party? Nou, we kenden elkaar daarvoor een soort van. We spamden elkaar helemaal kapot. En ik doe dat nog steeds. Jij bent er een beetje mee gestopt. Ik nog steeds onder jouw video. Het heeft 100 reacties. En dan, als ik het allemaal getypt heb, ga ik meestal ongeveer 65 ga ik verwijderen. Dan denk ik, ook is te veel. Ja. Ik ga altijd helemaal stuk om jouw reacties, hè? Maar anderen snappen het niet. Ik ga helemaal kapot om jouw reacties. Sommigen denken dat ik het doe omdat ik dan aandacht wil of zo. Ja, maar we kennen elkaar gewoon. En we kennen elkaar echt best wel goed persoonlijk. Ik denk als ik oude video's ga terugzoeken van ons. Overal reacties van dat ons. Dat wij helemaal... Ja, want dat zo ging uit. Wij gingen elkaar kapot spammen. En toen ineens zei jij, wil je in een appgroep tegen mij of niet? Ja, was ik of ik tegen jou? Nee, Samantha Nee, Dominique heeft mij uitgenodigd. Ja, dan heb jij het tegen mij gezegd. En dat was de eerste keer in mijn leven in een appgroep. Nog steeds de enige appgroep, behalve met jou, Rebecca. Mm-hmm. Ik was echt niet in appgroepen. Ja, maar dat ging zo... Ik weet dat nog zo goed. Ja? Want ik reageerde onder elke video die ik tegenkwam in het begin van mijn YouTube. Mm. Ik zweet... Oh ja, hij kan het zo niet... Heten? Zo. Het is echt een sauna. Oh. Ik ga dit verhaal vertellen. Ja. Een boertje, tussendoor. Goed, ik weet het weer. Ik reageerde onder elke video. En ik kwam bij jouw kanaal. En jij had iets van 2.500 abonnees. Dat weet ik nog niet. Nee, dat zeg je, maar dat kan niet. Volgens mij had ik 10. 2.500. Oh ja, met 10 ging ik bij social. Toen ken ik jou wel. Ja, 2.500 had je. En ik had iets van 300 of 400. Oh, zo weinig. Wat schattig. Wat lang al. En toen reageerde ik dus best wel veel onder jou. En toen... reageerde jij in één keer onder mijn video. En ik dacht van, wow. Wow, zij heeft 150 meer. Nee. Ja, want 500. Ik dacht... Omdat je al meer dan 2000 abonnees had. Ik dacht van, wow, dat is echt zoveel. Goals. Ja, dat is echt goals. Maar toen dacht ik van, oh, zij is echt wel down to earth. Weet je wel, van, omdat ze zoveel abonnees heeft, dat maakt hij niet uit. Zij reageert ook onder mijn video's, weet je wel. Dat idee had ik. Dus toen vond ik jou al automatisch heel aardig. Grappig. Dus zo is het een beetje gegaan. Oh. De camera, we raakten helemaal in paniek. Ja, we dachten alles is weg. Want en toen zei Christine, dan gaan we nog een keer. Ja, ik zei, dat maakt best wel nog. Maar we hebben nog eten. Maar gelukkig. Stuur is de hele tijd in beeld. Maar ja, dat komt wel een mooi hoekje, toch? Ik heb een vraag voor je, heb ik net gelezen trouwens. Oh, voor mij alleen? Nee, voor ons allebei. Ik heb een vraag, wat moet ik hier nou mee doen? Dan moet je gewoon opeten. Allebei? Ja. Wil jij niet meer? Is dat de laatste? Ja. Oké, ik wil nog één. Oké. Oké, kan je je herinneren toen jij je eerste... Ik kan niks herinneren.
toen je je eerste YouTube video ging maken. Wat was jouw eerste YouTube video? Gewoon hoor je vertellen over mezelf. Een voorstel video. Mijn eerste video is heel gênant. Dat maar ik vind het wel leuk. Grappig. Iemand reageerde vorige week en zei, wat grappig, je bent helemaal niet veranderd. Behalve dat je beter in bent geworden. Oh ja? Vond wel een compliment. Mm-hmm. Ik hoor trouwens de hele video muziek. En straks krijgen we daardoor auteursrechten. Maar ik hoor helemaal niks. Ja hoor. Hé, waar komt het weg? Weet ik niet. Ja, de tekst is op. Yo, dat hoor je echt niet hoor, nee, op de camera. Maar ik, ik ga zo verder, maar ik krijg ineens allemaal mails van oude video's auteursrechten claimen. Heb jij dat ook? Oh. Nee. Oude vlogs, maakt me niet uit. Oké. Dan heb ik slechte muziek, verkeerde muziek gedaan. Wacht even, maar ik weet het. Ik had toen auditie gedaan voor K3 Soek K3. En toen was ik weer eens niet door na een tijdje. Ja. Oh, ja. Ik vind je ook wel een K3 type. Doe even normaal. En toen was ik best wel afgevallen ook en zo daarvoor. Want ik weet dat moet, je moet echt een minietje zijn. Maar dat was ik sowieso niet. Maar toen was ik best wel door en toen was ik niet door. En toen dacht ik ineens, ik mocht nooit van mezelf gaan bloggen, YouTube of iets doen. Want ik wist, dan ga ik niet aan mijn opleiding. Maar toen dacht ik, nu ben ik er klaar mee. En toen verpest ik ook een beetje mijn school op dat moment. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh ja, ik heb gewinkeld. Dus ik ga nu een video opnemen over wie ik ben. En dan ga ik een shopblog opnemen. En dan ga ik met mijn laptop zitten en gewoon beginnen. Echt waar? Ik stond op en toen ging ik. Ik had er ooit wel eens over nagedacht. Ja. Dus dat was echt een video met, het is zo schattig eigenlijk. Van hoi, ik ben Charlotte en zo. En dit is mijn kat. En we waren als in Muiden. En toen zei ik, want ja, ik dacht, ik had al zo vaak een video kunnen opnemen. Bijvoorbeeld, toen ik een keer, wat zei ik nou? Oh, je ging echt vertellen dat je echt vroeger... Ik heb honderden momenten opgenoemd. Bijvoorbeeld toen ik een keer dat ene soep had gekocht. Dan had ik dat voor jullie kunnen proeven. Of die keer dat ik een kat ging kopen. Dat had ik kunnen filmen. Oh ja, dat was cute. Dat is heel schat. Of toen ik ging verhuizen op mijn cellfoon. Had ik jullie mee kunnen nemen naar Ikea. Weet je, dat soort dingen. Mm, wat schattig. Dat is gewoon echt hardop gewoon zoals ik ben. Ja, precies. Weet je echt niet. Nou, mijn allereerste video was met Nathalie. Oh, dat heb ik wel gezien. Toen was je echt nog, zag je er heel anders uit. Ja, had ik heel kort buitenlandser, vind ik weer. Ja? Toen was ik dun. Ik was echt dun. Mm-hmm. Ik keek naar de video en dacht, wow. Wist je dat niet meer? Nee. Ja, dat ken ik. Ja. Dat was echt bizar. Maar de vraag was, wacht even. Ja, je eerste video. Hoe voelde je toen je je eerste video maakte voor YouTube? Hoe voelde je je? Ja, hoe voelde je je? Blij? Ja, ik denk het. Ja, ik was wel zenuwachtig, dat weet je nog wel. Oh nee, maar jij was altijd serieuzer. Meteen ja, met ik was, vriendin. Nou, ja. Omdat ik het niet durfde in mijn eentje eerst, denk ik. Ah. Oh, so cute. Ja, nee. Dat was dus gewoon echt zonder na te denken, maar dat best wel ik. Ja, klopt. Maar ik vind het dan wel knap dat als je zeg maar niet echt nadenkt, maar je het dan toch jarenlang voorhoudt. Want hoe lang doe je het nou? Voor mij in juli 3 jaar al. Maar het ging ook best goed, want toen ging ik naar de Primark en toen ik ontdekte best wel snel wat werkte. Ik dacht echt, wow. En ik dus niet. Nee? Mm-mm. Ja, ik had wel na een tijdje hadden dan een extra chocolade, die haalde 4000 views. Dat was echt heel veel. En toen dacht ik van, oké, nou Action werkt blijkbaar. Ja. En ik had volgens mij binnen een maand een Primark shoplicht, die had meer dan 10.000. Wow. Ik had nog geen 100 abonnees. Wow, dat is echt wel veel. Dat was bizar, toen dacht ik, yes. God, die wil het eindelijk of zo, weet je. Maar ik vond het, de reden dat ik het deed, was omdat ik eigen baas wilde. Vond je, niet eigen baas? Ik wilde niet meer dat iemand mij moest beoordelen of ik wel leuk genoeg was, snap je? Er zitten er nog 2 in. Oh, maar ik heb al 3 op, denk maar, ik. Maar, hoeveel eieringen mag ik nog? Er is nog 1. Mag ik dit? Ja hoor, neem maar. Straks ga ik het tellen. Nee, maar dat ik niet iemand iets in mij hoef te zien om door te mogen, snap je? Mm. Maar dat je het gewoon zelf doet. Oh, omdat je dus afgewezen was voor audities en zo. Altijd op musical school. Mijn juf, die wist hoe goed ik dan ergens in was, die koos me voor een leuke rol. Maar iemand die me niet kende, zag mij 1 keer, dacht van, oh, dat is echt zo, een beetje te mollig. Oh, een beetje onzeker. Oh, nou, dat is niet echt het type ervoor, snap je? Terwijl als je mij leerde kennen, wist je hoe ik dan echt was. En bij YouTube hoeft dat niet. Nee. Oh, wat een mooie gedachte eigenlijk. Ja. Ja. Heerlijk vind ik dat. Ja. Je doet alles wat je wil. En ik weet niet zo goed wat mijn gedachte erbij was. Nee, waarom deed jij het eigenlijk? Maar je zei laatst in de video wel dat je wel al van het begin wel wilde meer... Toen viel die weer uit. Nog meer paniek, want nu kon de geheugenkaart niet geblazen worden. Wat een stress vandaag. We konden eerst al de auto niet vinden. Oh. Die camera doet zo raar. En ik had al stress om überhaupt een parkeergarage te vinden. Ja. Wat een stressvolle dag, jongen. Ik begin voetkomen te voelen. Echt, ja, je gaat wat? Voetkomen? Sorry, ik onderbrak weer, maar ik begin ineens dit te voelen. Ken je dat? Dutje doen. Voetkomen. Dat moest je dus echt niet hebben. Zullen we een video maken waarin we een dutje doen? Real time sleep with me. Die video's bestaan.
eerlijk, ze bestaan. Google het, YouTube het, het real bestaat. Real time sleep with me? Ja. Oh, daar is die term real time van dan, of niet? Dat zou kunnen. Ondertussen heb ik nog een vraag voor je. Hey, hey, mijn vraag is... Mijn vraag is, wat jullie zouden doen als er voor een hele dag geen regels bestonden of als die niet zouden gelden? Wat zou je doen als er geen regels waren? Dat kan ik dan weer niet zeggen. Hoezo niet? Ja, omdat dat is allemaal weer niet goedgekeurd. Oh. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap het wel. Oké, misschien iets minder heftig. Bankberoven. Weet je, heb jij iets in je hoofd? Nee, mag niet. Zou je ooit eens proberen om een jaar lang geen sushi te eten? Nee. Waar zou je dat proberen? Ja, zouden we een maand doen? Zullen we no sushi? Zullen we een no sushi maand doen? Sowieso, laten we dat gaan doen. Even serieus, aan het einde van de maand ben je rijk. Volgend jaar. Oh. Ja, het is zo duur. Ja. Ik denk dat we hem afsluiten. Ik wil gewoon dat mensen nu... Willen jullie, want ik wil het wel. Nog een keer een karma bang met Chris. Mag ik mijn kaas nog opeten? Mag ik mijn kaas opeten? Want zo ja, ga even los met vragen in de reacties. Ja, we hebben niets beantwoorden. Ik kom hier met een miljoen vragen. Ik zag alleen je wang waar zo'n cheese in ging. Mm. Nee, maar... Jeetje, ik ben een beetje moe aan het worden. Ja, stel even je vraag hieronder, want we willen sowieso weer filmen en dan kunnen we weer... Dan gaan we weer vreten. Ja, willen jullie dan een car mukbang of een normale mukbang? Wat is eigenlijk leuker? Ja, ik vind het heel leuk. Ik zie ook zoveel mensen doen het nu, hè? Ja, is echt heel leuk. Het is helemaal hip. Helemaal hip. Maar het is net even een andere omgeving. Ja, ik vind het heerlijk. Plus, hoeveel gedoe is het om je camera altijd neer te zetten en de hele setting? En hoe chill is dit? En een tafeltje en dit en dat. Wel een hele lelijke. En hier hebben we gewoon Spartas. De hele rotzooi en heerlijk. Gewoon lekker geparkeerd net buiten Burger King. Heerlijk. Lovely. Oké, ik denk dat we hem afronden. Ja. Die kaasdingen zijn wel lekker, maar ze zijn wel pittig, maar ze zijn wel lekker. En ze waren nu niet meer zo warm. Ga je het toch niet opeten? Nee, want het is een beetje plasticachtig geworden. Mag ik dat? Ja. Ja, het is zo koud en dan wordt het zo plasticachtig. Dat zeg ik. Mm. Heel vies, maar... Jij bent net Rebecca. Oh, lekker zout. Is het zout? Ik vond het helemaal niet zo zout. Oké. Oké. Ja, wij gaan dus nu kun je dus doorgaan naar Christa's kanaal. Gaan we het dan lekker online zetten? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet, want ik heb wel een strakke planning voor jullie. We hebben nog een video met Rebecca ook. Ja, die komt ergens midden juni online bij mij. Of wow. Nee, misschien ook begin juni. Oké, nou, klik even door. Als er in de beschrijving geen link staat van die video, dan staat er een link van haar kanaal. Abonneer dan even, want dan krijg je een melding. Oké? Er komt nog een video van ons samen. Dus we gaan nu nog maar eten. In deze auto. En het komt helemaal leuk. In deze auto, dat wil je zien. Dat wil je zien. Oké. Ciao. Gezellig, je duimpje omhoog. Zoals ik dat zei. En vergeet niet te abonneren, jongens. En laat dus weten welke vragen voor mij en Chris voor de volgende video. En ga even los. En wat we moeten eten. Oh ja. Dat is ook leuk. Wat we moeten eten. En ga even los met wie ik nog meer een karma bang moet doen. Je mag ook gewoon bekende YouTubers noemen. Als je het dan ook regelt. Oké. Doei. Oké. Doei. Ciao. Oké. Mijn veggie. Je veggie? Mijn veggie. Oké. Hallo jongens, welkom allemaal. Zo, er is hier niemand. Zo praat ik nooit. Hoi allemaal. Hallo jongens. Nu weet iedereen dat jij het bent. Ja, oké. Okay. Nee, nog een keer. Het staat niet in de titel, hè? Jawel. Oh. En de thumbnail. Oké. Okay. De enige echte. Nee, dat is echt dom. Hallo. Yeah. Hallo, dit is mijn allereerste video ooit. We hebben een hele lange dag gewoon zitten. Ik ben vandaag nieuw. Oh ja. Opnieuw? Ja, kom, we gaan namelijk. Oké, ik doe het vanaf namelijk met. Wow, voor de eerste dat ik iets opnieuw doe. Sorry, nog een keer. Ik heb echt mijn pens. Nee, het is heel grappig. Oh, mijn pens. Ik doe even dit onder mijn pens. Mijn pens. Dat zeg ik ook altijd. Ja? Varkenspens.